helden, dat zijn het, die leerlingen van SBO De Welle aan de Winkelsteeg. 2,5 kilometer lopen voor het Nationaal Schoolontbijt. Wat is zo belangrijk aan het Nationaal Schoolontbijt? Nationaal Schoolontbijt is een mooi moment van aandacht voor het ontbijt. Want ontbijten is ontzettend belangrijk dat iedereen met een goed gevulde maag naar school heen gaat. En vandaag of deze week gaan 500.000 kinderen in Nederland gaan gezamenlijk ontbijten. En waar dat dan op mag zijn, of op school of bij een boer zoals in dit geval. En het eten, het goed eten onder de aandacht brengen. Niemand moet eigenlijk met een lege maag naar school. Ontbijten is gezellig, het is goed voor de spijsvertering, het is goed voor de energie. Sophie, waarom zijn jullie hier op de Wateregge? Omdat wij gaan ontbijten. Doe je dat dan niet thuis? Vandaag niet, omdat het Nationale Schoolontbijt is. Kijk, wat is dat, het Nationale Schoolontbijt? Dan gaan wij of op school eten of ergens anders. Wat kregen die kinderen allemaal voor het ontbijt? Nou, in de ontbijtbox zaten broodjes in, crackers, boter, jam, eieren. Heel fijn dat die er ook bij in zaten, want dat vinden we heel belangrijk, dat kinderen ook gewoon een goede eiwitten krijgen. En kaas zat erbij in, snijworst zat er geloof ik bij in, boter. Glenn Karsten, vertel eens, waarom ben je hier op de Wateregge? Wij deden Nationale Schoolontbijt. Wat houdt dat in? Dat je of op school of ergens naartoe gaat om dan te ontbijten. Mm-hmm. Omdat niet iedereen thuis ontbijt. Is het belangrijk om te ontbijten? Ja, heel belangrijk. Het is de belangrijkste maaltijd van alle maaltijden. Maar waarom moet je eigenlijk 's morgens eten? Dat zorgt voor energie en dat je beter kunt denken. Waarom is het zo belangrijk om te ontbijten? Nou, als je niet ontbijt, heb je ook niet genoeg energie om de dag door te brengen. En het is ook nog eens de belangrijkste etensdeel van de dag. Was het een lekker ontbijtje? Ja. Vertel eens, wat hebben jullie gegeten dan? Ik heb 2 massen gehad en ik heb 4 krentenbollen gehad. Maar nou zijn jullie hier op de Wateregge. Wat gaan jullie nog meer doen behalve ontbijten? We kijken nog alles wat op de boerderij is te zien. Wat denk je dat je gaat zien? Vooral het stuk land en de koeien. De dieren vooral. We vinden het ook heel belangrijk om uit te leggen waar die producten nou vandaan komen. En dat de kinderen ook ervaren. En dan leggen we ook uit dat de melk gewoon niet uit de supermarkt komt, maar uiteindelijk van de koe. We hadden ook verse melk van de boer erbij. Dus kinderen konden ook verschil proeven dus tussen melk uit de supermarkt of melk rechtstreeks van de koe. Dat was ook heel erg leuk om dat te laten beleven, zeg maar. En de kinderen vonden het geweldig. Dus wat dat betreft was dat een goede... goed idee, zeg maar. Daarnaast fruit, zeg maar, in overvloed. Dus ook heel belangrijk. Appeltje voor de dorst. En volgens mij hebben ze allemaal genoten. Dus fantastisch.